Het aantal besmettingen in verpleeghuizen loopt weer snel op. Een record aantal locaties kampt met COVID. Je zou denken dat doordat de meeste bewoners zijn ingeënt, er nu minder mensen overlijden, maar dat is niet zo. De kans op overlijden na besmetting ligt in de verpleeghuizen weer even hoog als tijdens de tweede golf, toen er nog niemand was gevaccineerd. Verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis. Ze begonnen hier vandaag met boostershots. Dan komt u hoor. Geen dag te vroeg, vinden ze hier. We lopen eigenlijk al achter in vergelijking met de andere landen om ons heen. Corona is onverwacht weer terug. In de 12 verpleeghuizen van deze zorggroep zijn nu 80 bewoners besmet. We hadden in de zomer en in het begin van de herfst ging het eigenlijk hartstikke goed. Dus we dachten van nou, we zijn er. En opeens ging het hartstikke snel weer, die besmettingen. In 40% van de verpleeghuizen is zoals hier weer corona. De meeste bewoners zijn gevaccineerd, maar de kans dat ze eraan overlijden is nog steeds even groot. Dat verrast ook hoogleraar en OMT-lid Kees Hertog. We zien waarschijnlijk een afname van de werkzaamheid van het vaccin, zeker bij deze kwetsbare populatie. En die kwetsbaarheid maakt ook dat mensen er misschien toch sneller ernstiger ziek van worden. En tenslotte hebben we de Delta-variant, die hadden we vorig jaar natuurlijk niet. Die maakt mogelijk ook dat mensen toch ernstiger ziek worden. In Maassluis vinden ze het onbegrijpelijk dat er niet eerder is begonnen met boostervaccinaties. Ja, ik vind dat heel vervelend dat ze zo laat zijn. Dat we weer achteraan lopen met de boosters zetten. Dat we weer later zijn dan de anderen. En je ziet wat voor gevolgen het heeft, zo'n besmetting. Van de 1000 bewoners zijn er de afgelopen weken 12 met corona overleden. Nou, ik hoop dat die werkt. Maar dat is natuurlijk nog niet gezegd, hè? Niemand kan je garanderen. Je ziet gewoon dat het in België ook dat de besmettingen echt heel erg hard omlaag gaan onder deze bevolkingsgroep. En ja, wij zitten nu weer in een exponentieel toenemende besmettingsgraad. Dus ja, dat is heel ellendig. Dat hadden we wellicht toch wel iets kunnen voorkomen. Het verpleeghuis hoopt deze week alle bewoners die dat willen een boostervaccin te kunnen geven. En ik praat verder met Joost van Poppel nog bij dat verpleeghuis. Ja, waarom zijn we in Nederland zo laat met die boosterprik? Ja, het is wel opmerkelijk. Hè? In Groot-Brittannië en Duitsland zijn ze in september al begonnen. In België in oktober. In Nederland kwam in november het advies om te gaan beginnen. En moest er vervolgens nog gepraat worden over wie die prik zou gaan zetten. Huisartsen, verpleeghuisartsen of de GGD's. En moesten die prikkers ook nog gevonden worden. Ja, daarom duurt dat allemaal zo lang. Daarom is eigenlijk pas deze week in de verpleeghuizen pas een grote campagne gestart om die meest kwetsbare bewoners te gaan vaccineren. Dat is allemaal vrij laat, erkent ook OMT-lid Kees Hertog. Had het geholpen als we eerder waren gaan boosteren? Moeilijke vraag, want dat weten we natuurlijk niet. We zijn niet eerder gaan boosteren. Maar ja, de adviezen zoals we die nu uit de verschillende studies krijgen, die geven wel aan dat we wellicht wat eerder hadden moeten starten. Nou, we zagen het al, in sommige verpleeghuizen zijn ze wel al begonnen met die extra prik. Hadden ze eerder al iets kunnen doen? Nou ja, je hoort wel dat verpleeghuizen misschien deze zomer iets te makkelijk dachten dat het grootste gevaar wel geweken was. Een groot deel van de bewoners, het grootste deel was gevaccineerd. Er was nauwelijks corona in verpleeghuizen in Nederland. En dus gingen de beschermingspakken, die gingen weer de kast in, de mondkapjes hoefden niet meer. Ja, en toen kwam opeens de afgelopen weken weer een nieuwe golf, de najaarsgolf, die kwam opeens opzetten. Ja, en dat heeft veel verpleeghuizen toch ook wel verrast. Ondertussen doen ze natuurlijk wel veel meer. De anderhalve meter is weer terug hier. De mondkapjes, die grote beschermingspakken, die worden nu weer gebruikt. Dat is heel rottig voor de bewoners ook. Voor de sociale contacten is het ingewikkeld. Maar ja, het moet weer in de verpleeghuizen nu. De boosters, daar zijn ze dus ook mee begonnen. Deze week in de verpleeghuizen de bewoners. Vanaf volgende week personeel. Ja, zo hopen ze toch die nieuwe golf de kop in te drukken. Joris, dankjewel.